Sinds deze week rijdt er nog maar één buslijn van Breng door Wijchen. Lijn 13 gaat nu alleen nog maar naar bedrijventerrein Bijsterhuizen. Vooral vervelend voor inwoners van de wijken Salthof en Veenhof. Daar komt nu geen bus meer. Bushaltes aan de Schoenaker, Randweg Noord en Tunnelweg worden dus niet meer door Breng gebruikt. Volgens de vervoerder zijn er te weinig reizigers om de lijn in stand te houden. Het college van burgemeester en wethouders is niet blij met die ontwikkeling, maar heeft er geen invloed op. De provincie Gelderland gaat over openbaar vervoer en wees Wijchense bezwaren tegen het afslanken van de dienstregeling af. Lijn 15 is nu de enige die in Wijchen zelf komt. Toch is er een alternatief voor inwoners van Wijchen Noord. Er rijden buurtbussen naar het treinstation. Die rijden echter wel veel minder vaak en hebben slechts 8 zitplaatsen.